Komt dat goed? Nou, ik ga snel weg nu. Ja? Hij komt eraan. Klaas komt eraan. Hoi, daar zijn we weer met een nieuwe Roeg-vlog. En ja, ik vind een beetje, het ziet er een beetje gevaarlijk uit waar we nu zijn, Peter. Ja, het is een beetje een survival bos. Zo kun je het wel noemen, ja. Ja. En maar dan heb ik hier met een huisje onder de arm. Ja. En een extra ballast. Maar laten we even zien hoe we hierover strompelen. Oh, dat is goed. Nou, strompel maar eens even voor mij uit. Waarom zijn wij hier eigenlijk? Nou, we zijn hier, dit is een stuk bos wat gekapt moet worden. Ja, het is een beetje een zootje. Ja, het is, maar goed, het moet eerst lelijk zijn voordat het mooi wordt. Oh, hè? Zo is het ook. Maar goed, maar wij moesten stoppen, want er zaten andere beestjes in die bomen, met name eekhoorns, die hadden hier een huisje. Ja. Ja. En dan moeten we eerst zorgen dat het huisje... En die krijgen een nieuw huisje. En die krijgen een nieuw huisje. Nou, mooi. Meer daarover in de uitzending. Oh, dikke trekker. Vloggen, hè? Dikke trekker. Maakt alles eraf. Er blijft niks meer over. Ja, zonde, hè? Jammer. Ja. Oh, Jan, komt dat goed? Nou, ik ga snel weg nu. Ja? Hij komt eraan. Klaas komt eraan. Nou, Peter, we zitten er alweer op, de opname. Zaterdag kun je natuurlijk het resultaat bekijken. Ja. Maar we sluiten nog niet af voordat jij de vraag hebt gesteld. We gaan eerst nog even naar het goede antwoord van vorige week. En de oplossing van de vraag over die paddenstoelen met die gekke namen? De botercolibia. Ja, en dan nu jouw vraag. Nou, mijn vraag. Het is herfst. Het is herfst. Dus ja. We gaan het hebben over paddenstoelen. Paddenstoelen. Ik heb een hele mooie soort. De oranje koraalzwam. En je hebt al verklapt wat het is, dus dat kan de vraag niet zijn. Wat is dan wel jouw vraag? Nou, mijn vraag is deze paddenstoel eetbaar? Is dat A? Ja. B? Nee. Of C? Zou het niet proberen. Nou, weet jij het goede antwoord? Laat dat dan hieronder achter in de reacties. En volgende week vertel jij of die eetbaar is, hè? Of ga je het gewoon proberen en dan zien we het resultaat? Ik laat het wel even horen. Goed. Tot volgende week. Doeg. Doei.